We kunnen hoor. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Oh, dit daar helemaal maar. Dan zien we weer. We gaan op pad. Ja, we hebben er weer zin in. Martijn is ook weer wakker. Nou, bijna. Ja, Wino wakker dus, maar ja, het zal maar. We gaan met elkaar op pad. We hebben geen idee nog wat er allemaal gebeuren gaat, maar dat is mooi. Dat gaat. We hebben zo'n apparaatje. Kijk, dan hoor ik hem zo dan. Kijk. Pip. Ah, wacht even. Oh. En dan mag het apparaat weer starten, zeg maar. Dan komt er allemaal op aan. En dan moet ik binnen mijn bol het ziet. Binnen een half uur, hè? Binnen een half uur. Oh, tot ziens. Nou, ik nog. Ach, die hele ringweg afgesloten, jongens. Ja. Oh, er rijden wel auto's. Of is er nog een dijk aan? Dat denk ik. Maar we moeten naar Noordhorn, toch? Ja, naar Moorsover. En als je zeg maar eerst hier links ook gewoon. En dan maar nog over, dus, over de oostelijke ringweg. O, la la. Morgenmorgen om 6 uur worden we klaar, hè? Oh ja? Ja. Ja, dus je bent nou noodweg aan het aanleiden. Tenminste, dat zijn ze op Noord. Betrouwbaar. Oh, betrouwbare bron, hè? Ja, betrouwbare ja. Bron. Ja, maar die kimmer is dus nog gewoon. Oké. Okay. En dan schouders in zijn dijk aan niks. Doe geen rolscheuvel. Mooi man. Aan de andere kant is het redelijk rustig. Ja. Vlak bij het noorden. Nou, precies. Mooi jongens. Je moeder. En een man. Dat zou hij zijn ook. Ja. Dat is vaak op zich hoor, dat zou hij zijn. Maar ik denk dat ik een knie net. En een dikke poortje. Ja, maar ook koren. Dus wel, die staat er ook bij. Dus ik ben een pro. Nou, Matthijs. Ja, wil niet. Dat wordt zij ze. Ja? Ik had het helemaal niet. Hoi, wie zijn jullie die mannen vastknien? Pas op. Een mooi lapje klover hier. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is wat ik ken van het Hoevenparadijs, vier van je ram, achter u sloop. Ja. Die verzorgd, ach, je moet een stukje gras, je moet een grap met je korrel. Maar dat mooi met saus, dat is nooit zomaar waar, hè? Nee, maar goed, ik heb het een van mijn schoonvader ooit een keer met kreeg. Ah, ik denk, hengen had hij nog. Maar kies een beetje saai, niet goed. Ik zou wel staan te kijken. Dat was even een demonstratie. Ja, ja. Dit is even 5 minuten maanden en dan hokker ik met het ding. En dan heb ik weer genoeg. Ja. Voor vandoor. Vanoor nog even een keer. Hij praat een beetje om hetzelfde. Hij ja. Doet niet zo hoor, hè? Ik wil een beetje demonstratie. Actie. En liever? Doe me zo'n drukke pro. Dat, ik heb geen tijd. Dat was toen zeg. Wat zou ik? We gaan hem kijken. Nou, we gaan hem kijken. Ergens op ziet. Oh. Gaat wat? Oh, wacht even. Mooie boogjes nog, hè? Ja. Ja, dat is zo. En kijk uit voor je voetjes, hè? Ja. Nou. Ja. Wat zei je nou doen? Boogjes nog. Afstand. Dus nooit houden. Nee, dat ligt maar naar groen. Ja. Oh, echt? Moet hij aan de grond? Ja. Zoiets. Nee. Dit wordt niks. Ik weet hoe het waakt. Ja. Maar dit is natuurlijk niet optimaal. Nee. Ja, moet een beetje... Omstandigheid met nooit optimaal. Nee. Ik ben niet super scherp, maar ik... Hij flikt er wel wat af ja. En mijn schoot een beetje vreten. Ja. Nee, gooi doe het spul maar in het koor, Matthijs, dat kist u wel. Ik geef hem gewoon weer terug aan meneer. Ja. Doe je best erin. Als een microfoon allemaal niet goed voor is, Dirk. Je moet een beetje beraken met z'n denk ik. Is dat? Ah, precies, dat is nog beter. Ja, dat is nog beter. Oké, doe even een dotje, Matthijs. Oké, en binnen aan de kraam. Goed gedaan. Zo, dit komt allemaal goed. Ja hoor. Oké. Nou? Kruipstee. Kijk eens even. Hier heb je vreugd. De Kroonkurken Rouwbeurs, hè? Dat klopt. Rouwbeurs. Internationaal. Kijk maar even. Iso. Hallo. Kijk eens even. België. Zullen we nuchter weten van de voetbal van rustig? Die ben gek op bier, hè? België. Duitsers, oh, die hebben verder niks te doen. Die kennen wel nog zo'n beurs, zeg maar. Die hebben naar voetbal kijken. Het is druk, hè? Wieso Kronkel? Dat fing door mijn zoon aan. Der kam met zo'n kiste naar Hause en er sammelt niet meer en ik ben jetzt dabei. Ne? Ja. Wie viele haben Sie? 18.000, niet zo veel. Verschiedene? Verschiedene. Nein. Ja. Wat sagt die vrouw daarvan?
Ich werde bekloppt. Hey, je hebt nog een cd-verzomelen, wie? Verkeerde beurs. Ja, maar wat blieft? Sorry. Deuske ging al. Nou, maak je het ook weer netjes? Ik bewaar het even zo. Kijk eens even. Eerst al geven ze dan een rondje, maar als dat misgaat. Ja. En nu is hier allemaal cd-deusjes gestolen? Ja, die zijn van een collega, ja. Oh, ze zijn een collega? Ja. Niks zegt in die collega, hoor. Erzo, 10 jaar geleden begonnen. Ja. En nu inmiddels de ooit nog grootste kroonkurkenbeurs van Europa. Ja, dat klopt. Halve kroonkurken heeft de grootste verzonnen. Over de 100.000 dollar. En ja, die heeft een paar schuur te verbouwd met verwarming. En dat het allemaal mooi droog blijft. Ja, die is echt heel wies met zich. Hier is de Belg hier. Ja, en dan heb je zeker gisteravond nog wel een paar extra kroonkurken zeg maar, verzameld. Ja, ik heb er al redelijk veel. Een 1000-tal geruiltal. Ja. Dus ik ben al tevreden over de beurs. Ja, hè? Ja. Maar over gisteravond dan? Op nu van... Gisteravond was het iets met België, was het toch iets? Van de voetbal. Ja. België heeft gewonnen, heb ik gehoord. Heb je niet gezien? Nee, we waren aan het ruilen, hè, dus je ging geen tijd om te kijken. Nee. Dat hebben we wel gehoord. Met 2-1 gewonnen in Brazilië. Goed, hè? Because... Why does a young guy like you love this? It's kind of a different hobby. From here, we are the only Spaniards. So we are meeting people from Germany, Netherlands, France, Poland. This is great for us. And it's the best way to improve and increase our collection. Especially for this, you come? Especially for this. All the plane with 25 kilograms of corn caps. Yeah, the big suitcase is full of corn caps. The small one is just with some 2 t-shirts, and that's it. I will film you. Fietsmuseum. En wel begon vandoor met de Tour de France? Bouke. En die kwam dus? Precies. De... Nou, ik zou zeggen, kijk of ze een eerste fiets kunnen starten. Ja, dat zou mooi zijn. Eens kijken, hé. Klusje 3. Oh ja. Oh, mijn god. Oh god. Een klassiekertje. Hey, mooi. Hallo. Zo, hé. Hier gebeurt wat. Ja, zeker. Wat moet er gebeuren? Nou, mijn vader gaat hier een sportmassagebedrijf beginnen. Sportmassagebedrijf? Ja, dus we zijn alles aan het opknappen. Kijk, huisschilder, mooi. Mooi. Ga je goud? Ja, heel goud. Ja. Hard gewerkt, hè? Ik heb het in de gehoord, ja. Oh, wacht even, man. Voor microfoon en rooien voort. Goeiedag, jongens. Ja, mooi. Dit wordt groen. Ja, zeker. En dat wordt wit. Wit. Gebroken weer, hè? En wel mag hier nou straks de sportmasseur worden? Ja, dat mag hij worden. Dat is ook wacht, ik mag aan de kant. Ik kijk naar. Oh, dat niet, ja, dat niet met mijn poot in de verfbak of staan. Ja, dat was bijna. Ja. Dus doe eens de sportmasseur. Ja, klopt, ja. Dit wordt hier naar je bedrijf. Ja, dit wordt mijn kantoor dan en daar wordt uiteindelijk de massageruimte. Oké, ja. Wat een stap, kerel. Ja. Toch? Ja, dat is een bijzondere stap, ja. Nou, mooi is wist hoe ik word sportmasseur. Eerst doe ik dus een cursus volgens mij aan en alles. Ja, ik heb 10 jaar geleden heb ik een cursus gedaan, of een opleiding is dat, 9 maanden. Ja. En ik ben er eigenlijk altijd een beetje mee doorgegaan. Ik heb bij mensen die er behoefte aan hadden, deed ik dat gewoon thuis. En toen dacht ik, ja, er is eigenlijk wel behoefte aan... Wie kwam eigenlijk voor het fietsmuseum? Nou, ze even in de verbouwing. Maar die fietsmuseum, door hebben jullie ook wat met, hè? Ja, die is hoort ook bij ons. Kie? Ja, is goed. Nou. Ho. Oh, met de... Zeker voor de racefiets. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk vandoor het begin van de Tour de France, Bauke. Ja. Heb je ook een fiets van Bauke staan? Nee, die hebben we niet. Nee, nog niet. Dat moet nog, hè? Ja, dat moet nog. Ah, de komende 3 weken hebben we hem nodig nog.
Ja, dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Dat mag niet ontbreken in de collectie. Precies, dat is zo, ja. Maar wacht even, even de fiets nemen bekijken. Hoor. Dit is een Peugeot van 1910. Een racefiets, hè? Ja. Ja. Je kunt zien aan het stuur ook. En, Ja. Heb je ook wat met de Tour de France, met Bauke? Ik hoor uiteindelijk zijn. Ja, dat volg ik wel. Maar ik ben niet een uitgesproken Tour de France. Maar leeft daar ook een beetje een derby hier? Vernemst dat? Ja, zeker. Ja, er is een... diegene die de Bauke Mollema ontdekt heeft... Die gaan er ook altijd heen naar Frankrijk. En er worden soms acties gedaan met spandoeken. Ja. Ja. Ik ben wel trots op hem, gewoon. Tuurlijk, hartstikke trots. Ja. Dit is ook weer een andere fiets als normaal. Ja, dit is een parachutistenfiets. Is gebruikt bij de landing bij Arnhem. Werden er mee uit het vliegtuig gegooid. Ja, aan een parachute of nam ze hem zo meer of zo? Aan een parachute neem ik aan. En kijk nou, dit is een... Oh, die kan ook hoe moet komen? Ja, je kunt hem helemaal los schroeven. En dat is dan een soort pakketje. En dan komen jongens op vliegtuig. Ja. Is dat fiets al kloppen? Ik dacht eerst dat ze dat achter op de rug hadden, maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Nee. Nee, het is een BSA-fiets. Hij is helemaal nog origineel. Oh, wacht, wat is dit hier? Dat is ook een allerbooie hoor. Ja, dat is een hele bijzondere racefiets. Is dat een hele bijzondere? Ja, ruim 100 jaar oud. Met houten velgen en een versnelling. Twee versnellingen. Oh ja, wacht even. Twee verschillende zandwieltjes. Ja, je kunt het omdraaien, de achterwiel omdraaien. Je moet er wel even wat moeite voor doen. Een elektrische schoolgang, zeg maar. Ja, helemaal gauw. Nou, nog hoop naar de Bauke, zeg maar, even de traps. En daarvoor een mooie huldiging of zo, wat hier nog kreeg. Ja, zeker. Mooi in het geel. Ja, dat zou hartstikke... Ik doe niet iets. Ja, precies. Ja? Ja, afgesproken. Klopt. Ja. Dan kan je even onderhoes. Aan welke kant zitten gaat ook alweer? Dijkant? Aan de rechterkant. Aan de dijkant hoor? Ja, rechts. Slankje. Oh, te kort. Jammer. Kijk, we ook wel in huis parkeren, keer. Slankje kinderen er niet meer. Hoi toch. Ja. Tralala. Tom, bom, bom, bom. Ja, man. Goeiedag. Ik kan even zo zeggen, maar feestjaar. Oei. Weekend zo, hè? Ja, elk weekend. Weekendvoorraad. Ja. Gezellig weekje erbij, toch? Ja, is toen zo'n ding zo slordig parkeerd? Zo jammer, Matthijs. Sorry, ja. Ik heb geen rijbewijs. Wat dom, hè, van mij. Hey, ik wil even zeggen, maar die camera oefenen, van dikke arms. Ja, maar dat is een kiepertje, hè? Is dat zo? Ja, ook in Biemstone. Ben je gevolgd, toch? Nee, natuurlijk niet. Ben je een keeper? Ik ben keeper. Hoezo? Ik zat bij Sparta afgelopen jaar. En nou dan? Nou, dit jaar nooit al. Nee, we zijn weer op zoek naar wat anders. Oh, man. En nou, waar ik dat dan? Is er nou inmiddels contacten, zoals dat ooit? Jawel, daar heb je iemand voor, hè? Ja. Die daarmee bezig is. Dus die probeert wat voor je te zoeken. Word je dan op een gegeven moment ook nerveus? Dat je denkt, van, nou, er mag wel wat komen. Natuurlijk, ja, het is nooit leuk als je zonder club zit natuurlijk. Maar je zit een beetje onzekerheid. Ook met de kinderen natuurlijk, die moeten ook weer wat anders hebben. Ja, volgens hoe het WK? Weinig eigenlijk. Geen zin, hè? Nee, zelf wat druk en smiddags kijk je toch niet zoveel televisie. Dus als je een van een keeper nodig hebt, kijk je een topper. Hier zie je gewoon. Ja. Vanochtend in de naam, zeg maar. Ja, ze kunnen altijd bellen. Ja, ja hoor. Ja. Hey, succes, jong. Ja, dankjewel. Ja, wat leuk jarretje. Niks doen waar ik denk. Ik wil van erin. Oh, wat mooi pand. Oh, maar die mensen die krijgen mij vullen. Oh, maar kijk nou, een hangmatje. Ja, wie ben een heel brutaal, hè? We zagen een mooi inritje. We denken, wie kijk neem. Wat wonen jullie hier mooi? Ja, hè? Mag ik kijken? Ja, binnen of buiten? Oh, hoe hebben jullie dit ooit gevonden?
Uit het nieuwsblad, denk ik, ja. Ja, en op een zomeravond zijn we gaan kijken. En toen kwamen we hier inderdaad, net zoals jullie, daar om het hoekje. En toen zeiden we, dat willen we hebben. Het is een pastorieboerderij, het is een Weem. En het achterhuis is van 1763. En het voorhuis is er in 1890 voorgezet. Zijn dit voorouders? Of, Dat zijn mijn voorouders, ja. Echt, ja. En dit is? Dit is de badkamer. Oh. Die is een beetje groot. Dat is de oorspronkelijke voorhuis. Oh. Van het huisje. Oh. Oh. Ik wil mij even zeggen, maar dat is mooi zitten. En hier komen we al in de schuur. En ik pruif hier echt een oase van rust hierboven. Jullie komen van oorsprong niet uit Groningen, hè? Nee, mijn man komt dus uit Indië. En ik kom uit Rotterdam, dus... En dan in Den Ham. We hebben allebei in Wageningen gestudeerd. Op de Landbouwuniversiteit. En er zat een onderzoeksinstituut, bodemvruchtbaarheid in Haren. Ja, en daar heeft mijn man een baan gekregen. Nou ja, toen kwamen we dus hier. Ja. Wat hebben u gedaan? Wat bodemkunde. Bodemkunde. Ja. Okay. Is daar nog iets dat u zegt van in de bodemkunde, ik bedoel, trends en toestanden? Nu? Ja. Nou, kijk, de hopeloze situatie met de NAM heeft natuurlijk wel met bodemkunde te maken. Ja. Proef ik hieruit dat u zich niet verbaast over wat er nou gebeurt? Nee, maar wat mij wel verbaast is dat de NAM zo weinig aandacht... Mag ik dat? zo weinig aandacht schenkt aan datgene wat er in de grond gebeurt. Kijk, als je schademeldingen hebt, dan is het altijd wat er boven de grond is. Maar datgene wat er in de grond gebeurt, daar hebben ze eigenlijk weinig aandacht voor, vind ik. De bodem beweegt. En dat heeft natuurlijk consequenties voor van alles. Nou, bedankt hè. Ja, okay. Tot ziens. Hoi. Hoi. Feestje, Dirk. Oh ja, feestje van Lotte en Vincent. Nou, wie ben u nodig? Ja, dat liep niet wel. Hij moet zijn bal bij de weg zijn, man. Zo is het. Ik ben benijd. Ah, ik kan ook wel een beetje, wat er ook wel een beetje aan toe. Maar zonder meer hapjes mee? Ja, tuurlijk. Oké, het is ook net Noordermiddag, dus ik zal wel wat drank te doen. Ze stonden ons te wachten. Ja. Kijk, ze is wel. Waar moeten we wezen? Voor het feestje moet je hier doorheen. Ja. En dan, daar begint achterin het officiële gedeelte. Dan zie je een hele mooie boog, ja, die versierd is. En dan komen Lot en Vincent straks over het bruggetje. En dan komen ze daar zitten. En dan komt de ambtenaar van de burgerlijke stand. Gaan ze trouwen? Ze gaan trouwen. Dat ik toch nog die kans kan krijgen, hè? Hey. Is dit ongeveer de snelheid, denk je? Met zo'n jurk en zo. Ik denk misschien wel dat we te snel gingen. Ja. Prachtig stel, jongens. Misschien naast de hoek als zo'n jurk aan en man. Nee. Even voor mij beginnen. Vincent, beschrijf hem eens even. Vincent, Vincent is een hele bijzondere, warme, leuke jongen met een hele leuke vriendin. En zit ze allemaal mee, alles zit ze mee. Ook vandaag. Lotte is een super lieve, zorgzame, betrokken vriendin. Ja. En de combinatie, Lotte en Vincent, had je nog wel eens dat je dacht van nou... Nee, absoluut niet. Top combinatie, ja. Vader van Lotte, en laat het gewoon eerlijk vragen. Op een gegeven moment komt ze thuis met Vincent. Ja. Nou, eerste indruk, zeg maar gewoon eerlijk. We zijn nou met z'n tweeën. Ja, nou, ik moest even wennen, ja. Maar... En waaraan moest je wennen dan? Ja, ik heb hem natuurlijk nooit eerder gezien, nee. En ik... Oh, dat is Vincent, oké. Okay. Maar goed. Nee, maar dat ging vrij snel. Dat klikte vrij snel. Ja, het is wel je dochter natuurlijk. Ja, die mee... ja. Maar goed, het was niet meteen beklonken. Het was de eerste kennismaking. Ja. Maar dat was goed. Nou, toen zeiden we van, nou oké. Okay. Ja. Wat moet gaan om? Jullie maar met elkaar in zee. We zetten er vandaag een handtekening onder. Kloor. Ja. Een potje bier erbij. Oh. Het mooiste is die mensen als leerste kan. Oh, god. Ik vouwde net op die stress om. En dan mensen was in zijn auto. Van, ja, maar jij zei toch dat zo laat te begonnen. Zo, Groningen is best van groot. Ja. Spannings. Hey Bouke. Mooi met jou. Vincent en Lotte. Kom er in Mio. Ja, hallo. Hi. Hoi, Dirk. Lotte. Ja. Hoi Vincent. Hoi. Ver op jou gehoord, man. Ja? Ja. We staan er al even, dus we zagen een bordje. Feestje Vincent en Lotte. Ah, hartstikke leuk. Hey, leg even uit, waarom Lotte? Ja, zij is alles voor mij. Zij is mijn beste maatje, mijn liefde.
Dus ik kan Lotte, geen leven waarom meer Vincent? Ja, het klinkt een beetje suf, maar hetzelfde. Ja, hè? Absoluut. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? In Amsterdam. In de kroeg? Ja, nee, net niet. Op wel een feestje. Ja? Ja, bij, bij een beste vriendin, mijn beste vriendin. Ja? En destijds waren zij buurvrouwen. En ja, het was eigenlijk een soort uitnodiging, zodat ze geen klachten zouden krijgen voor lawaai. Dus zo is... Ja, was Vincent. Zo is de buurvrouw mijn, wordt mijn vrouw. Hé, hey, we hebben het al een beetje gezien. Het, ja. Het ziet er geweldig uit. Een mooie locatie, hè? Ja, ja. Ja, dit wilden wij ook heel graag. Even één vraag. Je weet zeker, hè? Ja. 100%. Hey, ik heb je gewaarschuwd. 100%. Je bent zeker? Ja. Jij ook? Absoluut. Oké, okay, nou, heel veel geluk in je toekomst en maak er wat moois van. Doei. Zijn jullie hippies? Ja, kijk dan. Ah, flauwe power, hè? Flauwe power. Yo, man. Bij de Tour de France hebben ze ook altijd een reclamekarren gaan. Nou, hier zou het bij Kate Pop en Leerms hebben ze er ook. Misschien. Jimi Hendrix. Hoi! Maar je hebt het wel begrepen, hè, van mij. Jullie hebben wel begrepen wat er van gaat, hè? Ja hoor, ja hoor. Ja, ja. Ja. En nou was dat dan? En, ging je op zolder een beetje op suiker of is dit een kostuum voor u? Wat is dit? We hebben het zelf gekocht, denk ik. Mooi. Mooi. Dat is te mooi op. Dat is voor de koeling, jong. Helpt dat? Ja, zeker. Maar de monaat mooi weer aan het werk, zeg maar. Nou, is er straks hè? Nee, joh, ik moet me niet zo. Ze kennen me jou wel. Hey, kijk, pap, wat zeggen jullie dat? Ja, feest in Leems. Jongens, die alles prima regelen en zo allemaal. En voor de goud douwen ook nog, wat dat betreft. Dus, ja. Hebben jullie een trein? Ja, hartstikke mooi, mensen. Het is vlakbij. We kunnen kroep naar Roes. Vandaag gaat echt los, ja. We gaan gewoon wat aans. Dus, ja, gewoon speciaal voor jou weer hallo, hè? Ja, klopt. Ja, ik kom speciaal weer samen ja, voor ons. Dus ja, dat wordt een mooi feestje, denk ik. Als je dan wat ouder wordt, dan wil je kogeltjes bekijken. Dan Molle man, het is ja, geweldig. K-pop in Leerms. Ik hoef de achtste keer al wat een feest aan. Geweldig, jongen. Van Orm ook nog, als je nog niet op. Maar er zeker bier wezen. In Expeditie Grun zitten we vandoor gaan weer op. Ja, maar merk me, maar ja, merk me, nee. Is Leo niet erbij. Hé, hey, bedankt voor kijken, hè. Hoi.